Op de middelbare school was er een conciërge die wij handicap noemen. Eigenlijk was die man ergens niet door het functioneren in zijn brein 100, zoals we zouden zeggen. En gingen mijn vriend en ik hem uitlachen. Handicap. We spraken niet direct uit, maar ik denk dat de conciërge het wel voelde. En nu ik dus geen tiener meer ben en richting de 30 ga, denk ik, wat een teringleier was ik. Ik betrek het even op mezelf. Ik ben dus een persoon die een bepaalde handicap heeft. Laten we zeggen, als iemand in een rolstoel zou zitten, ben ik dus eigenlijk tegen die persoon aan het zeggen, ga staan, dan pas vind ik je normaal. Dat is dus onmogelijk. En wat ik hier ook mee zeg, met alle passie, vuur, liefde en ook een beetje teleurstelling in mijn vroegere ik, is een persoon in zijn of haar waarde laten, is niet wat ik deed toen die tijd. Ik had een bepaalde verwachting, een norm, iets wat normaal voor mij was. En dat was dus niet een meneer die niet goed kon praten en die achteraf ook overleed aan een hersenbloeding. Waar ik met die vriend, en ik zeg het je, ik vind het niet leuk, maar waar ik met die vriend ook over ging lachen. Hersenbloeding, oh, hersenbloeding. Moest je nagaan hoe gestoord kind ik ergens was. Terwijl aan de andere kant ik ook echt wel respect meekreeg van mijn ouders. Maar ik ergens in mijn, weet ik veel, tiende jaren toch rebels aan het worden was. En deze momenten uit mijn jeugd, die komen nu in mij op. Omdat ik in gesprek was vandaag met iemand en die vond iets van een video van een persoon die ik ken. En die persoon die ik ken, die heeft ook een bepaalde handicap. Iets wat niet normaal is binnen de maatschappij. En wat is dan normaal? Dan kan iemand zeggen, misschien zeg jij, ja maar normaal verschilt per persoon. Hey, 10 vingers hebben is toch normaal? Als iemand er 11 heeft, dan is het weer niet normaal. Bijvoorbeeld, hè? Maar normaal is ook de cultuur. Dus in Nederland is het, doe normaal, dan doe je al gek genoeg. In Nederland is het, kinderen die vragen, die worden overgeslagen. Daarom voelde ik ook onder andere me soms te irritant. Moet je nagaan hoe moeilijk het voor mij was om ook weer video's op te nemen. Maar ik voelde me soms te irritant om iets te vragen of te zeggen. Nou, dan werd ik werd een stille jongen. Maar ik had dus wel die vrienden en die gekke gedachtes in bepaalde situaties. En oordeelde mensen keihard. En nogmaals, ik zei tegen mensen die figuurlijk gezien in een rolstoel zaten. Ik zei, ga lopen. Met dat gedrag zeg je dus dat, denk ik. En de vraag is alleen, in hoeverre kunnen we iemand in zijn of haar waarde laten? En ook inzien, voor mij dan, als ik terugkijk op dat moment met die conciërge, dat hij al alles deed op dat moment wat in zijn macht stond om een toevoeging te geven aan de maatschappij,